Nieuwman Suriname heeft dinsdag een nieuwe woning overgedragen aan het Paramaccaans groot opperhoofd Joseph Forster. De sleutels werden overhandigd door de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emmanuel. Wilfred Visser, algemeen directeur van Nieuwman Suriname, zegt dat conform het sociaal beleid van het bedrijf en de bestaande samenwerking met de Pamaka gemeenschap de schenking enorm belangrijk is. Hij omschrijft dit als een van de vele zichtbare bewijzen die getuigen van de goede samenwerking. Deze Grandman Osso is een heel zichtbaar iets, onderdeel van de samenwerking. Maar u weet allemaal dat er andere onderdelen van de samenwerking zijn waar ik ook mijn volledige support aan kan geven als general manager. En ik wil ook de minister bedanken dat we dit project kunnen uitvoeren in samenwerking tussen de gemeenschap, Nieuwman en de overheid. Het is belangrijk dat we die drie partijen met elkaar goed laten samenwerken. Over de verschillende dingen waar we voor samenwerken. Er zijn een hoop punten waar we verder over moeten overleggen. Er zijn problemen die moeten worden opgelost. Er zijn ontwikkelingsprojecten die we verder voortgang moeten laten vinden. En daar willen we graag binnenkort verder over vergaderen om te kijken hoe we dat het beste kunnen doen. Een voorbeeld van een project is on-site hebben we de Libation Hut. Die moet gerenoveerd worden. En daar willen we graag samenwerken met de gemeenschap om dat op een goede manier te kunnen doen. Het project startte reeds in 2019 voorafgaand aan een verzoek vanuit de Pamaka gemeenschap. De woning van het groot opperhoofd verkeerde namelijk in deplorabele staat. Volgens Forster is het belangrijk de relatie met Nieuwman te beschermen en de samenwerking voort te zetten. Nou, een genade die Pamaka kiest idee. En aan haar libi in die doodde, die libi ze maar nooit zo fijn aan die eke vijwani. Maar dan ze maar taakje een passentje oman, na een goede oman. En een vrouwde ja eke tide, dat genade die Pamaka kiesia, dat alle den taagaan man, ook ze taakje Pamaka kiesia een genade. Dat genade die ook kiesia, een bigi genade die ook kiesia voor Nieuwmond, die assoluut taakje een nieuw gang afeesi. Maar per libi ze maar de, nooit woman libi makandi eke fa wanda chengi no kwa aini. Ma ef wan boya bedi an omindi, me begi angale speki, taki, mek ala sani go na wan lete opu pasi, ef na wan sani, ne wan sa ma kontagi ni umont wan sa meki wan yen se efi kengi paksel, meki a ye ef wa swa de a utu. En ef de kontagi utu, meki unga, taki anga ni umont, meki aye uye efu na so Nieuwman adetu bikana furu sama icha taki go cha taki kon cha taki kon. Dat is aan de icha furu waring na ini amakandi libi. De bedoeling is om de samenwerking te continueren. Daarom gaf Visser aan heel binnenkort weer aan tafel te gaan met de vertegenwoordigers van de Pamaka gemeenschap.